Dus wat ik doe, ik heb hier groene zeep, call me crazy. Maar hiermee ga ik mijn wenkbrauwen een beetje in vorm borstelen. Hallo mooie mensen en welkom bij een nieuwe video. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Ik zat na te denken wat leuk was voor een nieuwe video. En ik dacht, waarom neem ik jullie niet een dagje met mij mee? Ik zit ook gewoon thuis, dus het zal niet heel veel gereisd zijn. Maar we gaan gewoon lekker ons vermaken hier thuis. We hebben een heel mooi dakterras, dus dat komt helemaal goed. Het is vandaag vrijdag 17 april, het is 9 uur. Ik ben net wakker. Het enige wat ik heb gedaan is mijn tanden gepoetst en mijn lenzen ingedaan. Ik heb namelijk min 4 aan beide ogen. Dus als ik niks qua lenzen of bril op heb, dan zie ik niet zoveel. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga zo meteen eventjes snel iets eten. Denk een stukje fruit en wat heet water. En als ik nog een citroen heb, dan ga ik die er ook in doen. En dan ga ik mijn workout doen. Maar ik vind het niet zo fijn om met een lege maag een workout te doen. Dus dat gaan we doen. Het is best nog wel een beetje fris buiten, dus ik eet gewoon lekker mijn pre-ontbijtje binnen. En ondertussen ga ik even gewoon Netflixen, YouTube kijken, mailtjes checken, dat soort dingen. En dan is het tijd om de workout uit te kiezen. Ik heb ervoor gekozen om een ab workout te doen. Ik doe de workouts van MadFit. Ik vind haar echt geweldig. Ze heeft heel veel verschillende dingen op YouTube staan. Voor je buik, voor je billen. En ook wel met equipment, zonder equipment. Dus dit is een toppertje. Dus die gaan we nu even doen. Wat ik nog was vergeten om te zeggen, is dat ik ook met een zweetband train. Deze komt van onder mijn borsten tot ongeveer op mijn heupen. En deze zorgt er eigenlijk voor dat ik extra zweet als ik mijn workout doe. Alleen workouts doen waarbij je zeg maar air training doet, helpt niet echt. Je moet er ook echt bij zweten. Dus ja, let's go! Gezicht insmeren en mijn haar doen, want dat ziet er nog steeds niet uit. Voor mijn gezicht gebruik ik deze. Dit is zo, Focus. Yes, Focus. Dit is de Skin Nourishing Serum van Noé Skincare. En dat doe ik gewoon 3 druppeltjes van op mijn gezicht. En dan doe ik deze erop. De dagcreme van Hey Organic. Ik vind deze nog steeds echt mijn favoriet. Ik vind hem zo relaxed. Omdat hij wel verzorgend is. Dus hij is dik. Maar hij is niet te dik ofzo.
Snap je? En hij is ook niet te dun. Ik heb ook wel eens dagcremes gehad die dan heel dun waren. Sowieso is deze ook vegan. En de serum is ook vegan. Wat ik natuurlijk super fijn vind. Geen dierproeven, dus toppie. En hier doe ik eigenlijk maar één pompje van op mijn gezicht. En dat is gewoon voldoende. Vind ik ook heel relaxed. Producten die lekker lang meegaan. En niet waarbij je na een paar weken alweer een nieuwe moet kopen. Dus dat vind ik gewoon lekker op mijn gezicht. En met deze dagen draag ik eigenlijk geen make-up. Maar ik vind het altijd wel lekker om gewoon mijn gezicht soort van netjes te maken. Dus wat ik doe. Ik heb hier groene zeep. Call me crazy. Maar hiermee ga ik mijn wenkbrauwen een beetje in vorm borstelen. Ik heb deze NYX Cosmetics. Wat is het? Precision Brow Pencil. En deze vond ik geweldig. En ik kwam er later dus achter. Deze is al op. Maar ik kwam er later dus achter. Dat als je de onderkant openmaakt. Dat er dan nog een borsteltje in zit. En deze vind ik eigenlijk wel heel erg fijn. Dus ik pak gewoon een beetje van die groene zeep. Zo. Niet too much. Borstel ik mijn wenkbrauwen omhoog. Oeh. Oké, okay. Much better. Ik laat mijn wenkbrauwen nu groeien. Want ik denk toch, ja, ik zit toch in quarantaine. Dus dan maakt het in principe niet zo uit hoe mijn wenkbrauwen eruit zien. Dus ze zien er nu nog een beetje rommelig uit. Maar ik laat ze nu nog even lekker met rust. En dan hoop ik dat ik over een tijdje ze gewoon mooi kan epileren. En dat ik dan iets vollere wenkbrauwen heb. En dan pak ik mijn wimperkruller. Mijn wimpers die staan altijd best wel recht vooruit. En ik vind het altijd mooier als ze natuurlijk gekruld zijn. Dus ik krul mijn wimpers ook. Ik zal proberen om een niet te gek gezicht te maken. Oh my god! Mislukt? Ja? Yeah. Oké. Okay. That's one. En 2. Ik weet niet of je het kan zien. Ja. Beter toch? Oké. Dan mijn haar. Ik heb nu al dagen dat ik het gewoon niet losdraag. Omdat ik denk van, nou ja, als ik toch binnen zit, is het beter om gewoon lekker een protective style te doen. Dus dit heb ik gisteren in mijn haar gedaan. Maar ik wil het gewoon even wat netter maken. Ik heb gisteren een beetje een losse scheiding gedaan. Mijn tante is kapster en zij zei van als je constant in het midden een scheiding maakt, wat ik eerst altijd deed, ik had het altijd in het midden en dan los, dan krijg je op een gegeven moment dat deze scheiding heel hard wordt en ja, dat je me bijna niet meer uitkrijgt, zeg maar. Dat je alleen maar zoveel. En ik wilde het gewoon iets losser maken. Dus vandaar dat ik nu een zijscheiding heb gemaakt. Vandaag doe ik ook weer een zijscheiding, maar doe ik hem net iets anders. Maar goed, ja, ik ga gewoon even versnellen. Ik zet een muziekje op, dus ik doe het geluid uit. En dan zie je straks het eindresultaat. We'll be right back.
smoothiebol maken. En ik heb gisteren al een shake gemaakt. Deze is met aardbei, rode biet, blauwe bessen, granaatappel. Volgens mij was dat het. Ananas ook nog. Ik heb hem in de vriezer gedaan. En nu heb ik hem net weer ontdooid. En ik ga er gewoon lekkere toppings op doen. Gewoon eerst een beetje door elkaar. Iets dunner dan dat ik had gewild. Maar ja, we kunnen niet alles hebben. Dan laat ik de appel eerst even snijden. Laat ik even slim zijn. Zo. Tijd voor toppings. Ook drink ik deze juice van Dutch Juicery. En dit is de Energizer. Ik heb de bestseller box en daar zitten 5 verschillende juices in. En vandaag neem ik deze. Oké, het is weer tijd om in actie te komen. En nu gaat het niet heel boeiend zijn. Ik ga even de was doen. En ik heb een product gekregen van Andelia. En zij hebben ook allemaal vegan producten voor je haar en voor je huid. En daar ga ik een video voor maken. Maar ik ga nog eventjes bedenken wat ik precies ga filmen, hoe ik het ga filmen. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik was eerst van plan om het binnen te gaan doen, maar het is zulk lekker weer, dus ik blijf lekker buiten. Voor mijn lunch / brunch maak ik iets wat geïnspireerd is op een avocado en egg toast. Het brood zit al in de oven en in plaats van ei ga ik tofu gebruiken. En die ga ik bakken in olijfolie en dan doe ik daar wat bloem overheen. Ik deed het eerst met mijn zenen. Toen dat op was, dacht ik, nou, laat ik dit een keer proberen. En dat was eigenlijk gewoon heel erg lekker. Mijn zenen heeft soms een beetje een raar nasmaakje en dat heeft bloem niet. Dan doe ik er nog wat zout overheen. Voor de smaak, Himalaya zout is dit. En natuurlijk de avocado's. Dus het is nu 4:30 en ik ben klaar met de computer. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen. En eigenlijk moet ik nu eventjes naar de supermarkt. Maar ik heb er zo geen zin in. Dus ik twijfel nog steeds of ik vanavond ga koken of dat ik gewoon snel even iets ga halen. Maar goed, daar ga ik nog even over nadenken. Voor nu neem ik eventjes een tussendoortje. Ik neem deze Good Morning van Sultana. Met heel veel snacks staat er misschien niet per se op van dit is vegan. Maar als ik het etiket lees, dan staat er, zitten eigenlijk gewoon geen dierlijke producten in. Dus ja, super relaxed.
En ik heb gewoon mijn flesje met water. En ik ga even een beetje lezen. Ik heb dit in Ghana eigenlijk echt weer helemaal herontdekt. En dat was echt wel iets wat ik mee wilde nemen terug naar Nederland. En ja, nu dat we eigenlijk zoveel thuis zitten, heb je ook gewoon veel meer tijd voor bepaalde dingen. Dus ik heb ook veel meer tijd om te lezen, dus dat ga ik doen. Ik lees dit boek. Ik ben nog maar net begonnen, maar ik vind het nu al heel interessant. Dus ik ben benieuwd. Oké, ik ben er over uit. Ik ga koken. Ik heb even snel een outfitje aangedaan. En dan ga ik nu maar naar de supermarkt. Tot zo. Oké, dit is iets wat ik maak als ik eigenlijk gewoon niet heel veel zin heb om te koken. Maar wel iets snel kan maken. Beetje olie in de pan. En dan gebruik ik de halve verpakking. Zorg ervoor dat alle olie erop staat. En in principe is dit nu heel makkelijk. Dus alleen deze bakken. Ondertussen heb ik ook het water gekookt. Ik doe een beetje hierin. Een bodempje. Dan pak ik het gekookte water. En dan giet ik dat erbij, zodat het net onder water is. En dan doe ik er iets bovenop. Ik ga even tomaatjes snijden. En dan ga ik alvast het sausje maken. Dan pak ik deze sojayoghurt. En dan ga ik die mengen met de mosterd. En dan krijg je gewoon een lekker sausje voor erbij. 1, 2, 3. 1, laten we zeggen 1,5, maar eigenlijk wel 2, want het zijn dikke schepjes van de mosterd. Lekker pittig yoghurtsausje. Die leg ik eventjes hier neer. Er komt allemaal water uit natuurlijk, dus het kan wel een beetje spetteren, maar dat is niet erg. Ik doe eerst 2 schepjes en dan kijk ik hoe dat eruit ziet. Ik ga er nog, denk ik, een half schepje bij doen. Een half schepje. Goed mengen. Dan nu is de spinazie best wel vochtig, dus ik lek hem aan de zijkant uit. Heel veel vocht uit. En dan doe ik het er pas bij. Dan gaan we dit weer nemen. Zodat het gewoon lekker één geheel is. We kunnen nu de plaat. En dan is dit mijn avondeten. Wat ik vandaag nog ga maken is popcorn. Zoals je ziet heb ik olijfolie erin gedaan. En ik zorg ervoor dat alle popcornmaisjes goed bedekt zijn. En eigenlijk wat ik dan doe is heel simpel. Ik zet het vuur aan. De deksel erop. En wachten. Tegelijk maak ik ook mijn chai latte. Met havermelk. Wat ik ook al eens eerder liet zien in een andere vlog. En that's it. Dan kunnen we lekker een filmpje gaan kijken op het dakterras. En dan is dit mijn laatste meal. En
En dat was het alweer voor deze week. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken, je te subscriben op mijn kanaal en het belicoon aan te zetten. Heb je nog een vraag of wil je iets anders weten? Laat het achter in de comments. En dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!